Mama, kom. Jullie blijven maar mooi zitten, hè? Ja. Hier, Willeke. Een yoghurtje. Omdat je zo flink gegeten hebt. En wat zeg je nu? Dank u. Dank u, ja. Zeg, Paul. Wanneer vertrekt jij ook alweer op sneeuwklasse? Donderdag over 8 dagen. Ja. Morgen gaan we oefenen op de matten. Ik ga nogal klungelen met mijn antieke bindingen. Wilt je voor mij nog een beetje koffie halen in de keuken? Nou, waarom? Je hebt toch nog? Nu niet meer. Van wie zijn die skis? Van een leraar die niet graag klungelt. Voor mij? Voor je Valentijn. Maar dat is nu nog niet? Ja, maar je hebt ze morgen nodig, dus krijg je ze vandaag al. Maar Doortje, dat had je toch niet moeten... Kom hier, je bent een schat. Ja. Ik ben er heel blij mee. Allee. Ja, ik zou je wel willen opeten. Ja, kom hier, jij. Oh, wacht, wacht. Wat? Gaat Bieleke nu nog even fijn slapen? Dan zult je het met je skis moeten doen, Polleke. Ja, ook als het in zwart is, moet je de BTW erbij tellen, hè? Waarom? Ah, BTW. Bijzonder toegestane winst, hè? Maar zo, Boma. Dimitri, hoe zit het met mijn kabinet, joh? Goed, goed, goed. Doortje, geef de kaarten eens. Geen gehad? Ben gedacht. Hoe heb je dat geflikt? Ah, wel, ik heb de goeie stukken van de 2 wagens in 1 gestoken. En die heb ik laten goedkeuren, hè? Ah, bo. En de tweede dan? Ah, wel, dan heb ik die goeie stukken in een andere gemonteerd. Dimitri, jij wordt ook een echte dag al deur, hè? Ja, je moet creatief zijn in de business, hè? Ja, Doortje, de rekening? Ja, het is direct klaar. Ja, ja. Zeg, daar komt nog wel 500 frank bij, hè? In zwart. Creatieve onkosten, hè? Ah, ja. Dat versta ik. Ja. En dan 1000 frank voor de 2e wagen. Waarom kost die het dubbel? Het was de chef die toen de keuring deed. Ja, de ene mens is al wat creatiever dan de andere. Allee, ik ben al blij dat je ze door hebt gekregen. Als ik ooit eens plezier kan doen, dan zegt het maar, hè? Ja, dat zal hij niet vergeten, meneer Boma. Je mag gerust zijn. Voilà, 70, 90, 100 en nog 104. Ja, dat is dan samen... 24.986 frank. Aha. Kom, ik zal u daar groot geld voor geven. Aha. Zeg, zo'n tombola bij een topwedstrijd, hè, dat zouden wij meer moeten doen. Zoiets zou ik ook moeten organiseren. Ja? Verdiende jij niet genoeg? Als je begint in het onderwijs, kun je 6 maanden wachten vooraleer je weer centjes krijgt. Amai. En ik heb van Doortje skis gekregen voor Valentijn. Oh. Dan kan ik niet afkomen met 7 tulpen, hè? Ah ja? Het is Valentijn. Ja, hey. Zeg, ik rond dat af op 25.000, hè. Voilà. 2 van 10 en 5 van 1000. 25.000, ja. Ah. Weet je wat Doortje graag zou willen voor Valentijn? Nee. Een collier van echte parels. Amai. Oh, dat is tof. Hé, Mark? Ja, wat, hè? Amai, zeg, echte parels, maar dat is niet goedkoop, hè. Ik heb er ook, maar die zijn niet echt. Zeg, Paul, je kunt toch geld lenen tot het ministerie u uitbetaalde? Lenen? Van wie? Van uw suikernonkel, hè. Zeg, zal ik dit dan naar de voorzitter brengen? Ja, of je kunt Mark beroven. Zeg, dat is een truc. Maak je niet ongerust, Mark, ik zal dat niet doen. Maar het is natuurlijk wel een heel gevaarlijke wereld, hè, vandaag de dag, joh, Xavier. Oh, mooi. Ze sleuren dat kofferje uit uw handen voordat je ergen hebt, ja. Past maar goed op. Je leest het elke dag in de gazet. Misschien is het dan toch beter dat jij dat koffertje wegbrengt, Paul. Ik? Nee, in geen geval. Hoe? Ik zou dat niet durven. Maar ik, laat u niks wijs maken. Ze zijn nu gewoon aan het pesten. Allee, ga nu maar, hè. Allee, tot strak dan, hè. Ja. Dag, Mark. Dag, Mark. Kijk, dat wordt nooit een goeie dokter, hè. En waarom niet? Die is bang van geld. Het is voor een cadeau, onkel Dimitri, voor Doortje. En binnen een paar dagen krijg je terug. Allee, ik zal mijn goed hart maar eens laten zien, hè. Hier, 100 frank. Onkel, dat is om te lachen, hè. Lachen? Met 100 frank? Ik dacht aan 25.000. Hè? Ha! Je hebt maar aan liggen, hè, humorist. En onkel, ik ben serieus. Serieus gestoord, ja. En wat gaat je dan verkopen? Hè? Ah, een occasie misschien. Parels. Allee, ik ben toch familie? Je denkt zeker dat ik een ezel heb? Nou, als dat niet kan, dan zal ik het wel aan meneer Boma vragen. Ja, vraag het aan meneer Boma, hè. Zeg, Polleke, nu dat ik eraan denk,
ik ga je dat geld toch kunnen lenen. Wauw, dat is fantastisch. No. Ai, Doortje heeft mij gezien. Je mag niks verklappen, hè? Maar een kleine winstmarge voor mij. Akkoord. 5%. Dat is niet te veel. Per dag. Zeg, nonkel. Te nemen of te laten? Ja, allee, akkoord. Maar zwijgen, hè? Oh, ik kan mij geen minuut meer missen, hè? En hij gaat een vrouwtje verwennen. Ah. Dimitri. En ik zeg niet wie. En met wat. En onkel Dimitri gaat hem daarbij helpen. Ja, je zei het familie of je zei het niet, hè? Oh, ik kan het al raden. Zeg, praat rustig maar een beetje verder, hè? Uit een boog kan je altijd gespannen staan. Ik geef je 20 seconden. Die is ongelooflijk, hè? Zeg, Paul, kom eens hier. Je bent een schat. Maar geen zotte kosten doen, hè? Zeg, Boma, weet je nog van de plezierke dat je me wilde doen? Ah, wel, het is zover. Een kleine geldsom, maar voor 2 dagen, hè. 25.000 frank. Ja, zo rap mogelijk. Oh, dank u, meneer Boma. Zeg, ik moet daar toch geen procent voor betalen, hè. De heuvels van Carmeneke, de streling voor het oog. Ja, het is open, hè. Laat zit zien, ritsa, die roze de zon. Markske. Uw voeten afvegen, hè, want ik heb hier juist gekuist, hè. Oh, pardon. Ah. Wat is dat? Dat is de clubkast voor meneer Bomen. Oh, dat is goed. Met de opbrengst van de dommel. Kom, ja. Geef maar hier. Kom. Nee. Ja, maar je moet geen bang hebben. Ik ben de secretaresse van Balthazar. Hola. Ik stond net op het punt om naar mijn fabriek te vertrekken, jongen. Maar kom binnen. Ik heb nog een minuutje. Allee, vooruit. Nee. Die vertrouwt zijn eigen niet. Meneer Boma, ja. Ik breng u de opbrengst van een tombola. Ah ja, hoeveel is het? Het was 24.986 frank, ah. Maar Pascal heeft er 25.000 van gemaakt. Ja, Pascal, ik heb de krijb, hè. Ja. Hier, Balthazar, de clubkas. Zeg, hoeveel heeft die een tombola feitelijk opgebracht? Ah, wel, ik ben op het werk, heet ik niet Balthazar. En wat dat die financiën betreft, hè, daar moeten jij jullie mee moeien. Moeien? Dat is interesse. Ik moei mij nooit ergens mee. Hier is uw koffer. Ik wil al niet meer weten wat erin zit. Pah. Meneer Boma. Bon, ik ga dan maar, hè. Ja. Ah ja, sleuteltje. Alsjeblieft. Ah ja, gezegd bedankt, hè. Hallo, Dimitri. Ja, ik ben het. Zeg, die transactie waar we het daar net over hadden, hè. Die kan al doorgaan, hoor. Ja. Ja. Nee, ik moet toch naar mijn fabriek. Ik zal bij u even binnenwippelen. Ja, tot z'n beet. Carmen, als je zo'n fles cognac kapot klopt, hè, dan is dat 900 ballen, hè. Ik wil mij daar niet mee moeien, hè, maar op dat etiket, hè, staat 250 frank. Die is brol, meneer Boma. Carmen, ik ben uw werkgever en je zult een beetje respect opbrengen. En als je dat niet kunt, dan bot je het maar af, compris? Wie? Ik zal het nooit niet meer doen, meneer Boma. Borstendraaier. Oh. Ah, wel, merci. Hier zijn mijn pirrewittekes. Een bakje met water, zie. Niet smossen, hè. En niet te veel pluimpjes rondstrooien, want dan wordt het bazinneke heel kwaad. En dan laat ze neerroken met u spelen. Want... Praat zo'n nozel niet. Je zei precies een klein kind. Oh. Trouwens, we zitten in de patatten, hè. Ah ja? Ja. Oh, dag mijn zoeteke. Bazinneke is thuis, hè, jazen. En dan gaan wij nu lekker spullen. Maar joh, staat je nu zo te kijken? We hebben een probleem, hè? Ja? Ja. Dan ga ik even naar mijn volière. Nee, jij blijft hier. Marksken heeft de clubkast naar Boma gebracht. En ja, daar... dat weet ik. En daar stak 25.000 frank in. 2 briefjes van 10 en 5 briefjes van 1.000. Wat lief. Zoveel? Oh, de geniepigaard, hè. Oeh, wat heeft hem nu weer uitgespookt? Ja, toen dat kofferke bij Boma aankwam, hè, toen was dat leeg. Leeg? Ja. Hoe is dat dan gebeurd? Ja. Als Markske vertrekt met een kofferke vol geld, het is leeg als ze toekomt. Wat is er dan gebeurd? Huh. Jij denkt toch niet dat Markske... Nee, dat kan niet. Markske zeker niet. Oh nee, dat gaan ze allemaal zeggen. Hè. Markske is daar veel te braaf voor. En wie verdenken ze dan? De kuisvrouw. Oh, die achterbaks asperge. Waarom heb je dat dan ook niet direct tegen Boma gezegd? Omdat ik niet in dat kofferke mocht kijken. Huh.
Hoe weet je dan dat het leeg was? Omdat je gekeken hebt, ja. Kom, we gaan Markske bij zijn kraag stikken. En als ze niet bekend is, dan wringen godverdekken ze een nek om. Carmen doet dat niet. Stel dat je u vergist. Ja, of dat je hem zo bang maakt dat hem gaat lopen. Oh, sneeuwroken zal wel vriendinnen. Ja. Carmenneke, als zoiets in het leger gebeurt, hè, dan doen wij een beroep op het eergevoel van de dader. Oh. En we geven hem de kans het terug te leggen. Hé, hey, dat werkt zeker. Ja, dat werkt. Oh, ja. Simpel ziel. Geef mij de kans en ik zal het bewijzen. Bon, je doet maar in. Ja. Maar als het mislukt, zal het uw beste dag niet zijn, hè, manneke? Dat is van 2 pintjes en een koffie. Ja. Voilà, mijn pakje is klaar. Markske, je hebt uw kleren toch goed opgeplooid? Ma, blijf daar eens af. Een beetje privacy voor Mark, hè? Ja. Oh, Markske, een broek dat steekt je toch niet op een hoopje in uw tas? Goedendag. Dag, meneer. Voor mij een dagschotel? Ja. Ah, Markske, dat treft. U wil ik even spreken. Zeg, hij moet naar een medisch congres in Maastricht. Allee, dan zien ze in Holland ook eens te slim in Belg. paar minuutjes maar, hè, Mark. Wat drinkt u? Een warme chocolat. Een warme chocolat. Oh. Allee, ga maar, Mark. Ik breng het wel. Pak mijn stoel, Mark. Pak mijn stoel. Tja. Ik moet u iets vragen, Mark, maar het is een beetje delicaat. Ja, een pintje en een warme choco. Dat is dan 80 frank. Huh? Laat maar servé, ik zal kikjes betalen. Jommel. Ja. Oh, 10.000 frank. Ma, daar kan ik niet op teruggeven. Laat maar, het is een tourneke van het huis. Allee, kom hier. Zeg, wat wou je mij vragen, Xavier? Bieke, uw vuilniszak staat nog niet buiten. Als je niet haast, zij het te laat, hè? Och, Bieke, dat is waar ook. Zet hem eens buiten. Allee. Ja, zeg, ik moet hier altijd de vuilkarwijkjes opknappen. Mark, ik zit met een probleem. Fijn. Het is eigenlijk dat van Carmen. Carmen? Als ik kan helpen? Daar ben ik heel blij mee, Mark. Ziet je, Carmen komt iets te kort. Allee, tamelijk veel zelfs. Ah, je weet waar ik het over heb? Nee. Jij zou haar heel gelukkig maken door haar iets te geven dat jij hebt. En jij kunt dat niet. Nee, Mark, want ik heb dat niet. Je zou er ons alle twee een groot plezier mee doen. En u zelf ook. Moet wel binnen een nutje vertrekken, hè. Ja, maar het zal niet lang duren. Carmen wacht op u bij Boma. Die is nu toch niet thuis. Je steekt het erin en klaar is Kees. Maar denk aan uw reputatie als toekomstige dokter. Ja, maar ik zie dat voor het ogenblik toch niet zitten. Doe het voor mij. Ik vraag het u als trainer, als vriend en als man. Oh, als het echt niet lang zal duren. Oh, merci, Mark, merci. Ik wist al wat u kon rekenen. Hey, Carmen. Het was open. Het werd tijd. Dacht al dat je niet meer zou komen. Ik heb wel niet echt veel tijd, hè. Ja, dan mogen we niet veel tijd verliezen, hè. Xavier heeft u uitgelegd wat ik van u verlang. Allee, wat staat er daar nu zo nozel? Oh, ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Ga mij toch niet zeggen dat dat de eerste keer is dat je zoiets doet, hè. Allee, ik zie het al. Oh, hier, ze. Een cognacje om je wat moed in te drinken. Allee, begint er nu maar aan, hè? Ik denk toch niet dat ik u kan helpen, Carmen. Wat? Nu moet u niet terugkrabbelen, hè, manneke? Of moet ik u eens helpen, misschien?
Waar zit dat hier? Ja. Godverdomme! Nee. Zie je? Ja, hij heeft er zelf om gevraagd, hè? Wel eens curieus wat dat Pascalken hiervan gaat zeggen. Mark een dief. Maar Carmen, dat kan toch niet? Stille waters, diepe gronden, hè? Och, de schande als dat waar zou zijn. Heel zijn dokterscarrière om zeep. Och, garmen ons bieke. Luister, Carmen. Je zegt tegen niemand iets, hè? Jij zegt goed, jij. Als Boma zijn koffer kan opendoen, het geld is weg. Wie wordt er dan verdacht? Bibi, hè? Ja. Maar misschien had hem het nodig voor dat congres. Ja. Maar fijn, dan had hem dat toch kunnen vragen. Oh. Maar ja, het is zo'n verlegen jongen. Oh, amai. Carmen, nu gaat eens goed luisteren, hè. Ik wil geen schandaal. Nee. Weet je, ik ga u die 25.000 frank geven en jij legt dat terug in dat kofferke. En als Mark thuis komt, dan vraag ik wel wat er gebeurd is. Ja, dat is een oplossing. Ah, voilà. Zeg, dat blijft onder ons, hè. Ja, maar beloofd? Ja, je weet dat ik kan zwijgen, hè. Ja, juist daarom. Kalm, Mark. Van waar belt je nu? Hey, pas maar op dat je een trein niet mist, hè. Ja, en je was bij Boma, en dan? Carmen, die doet altijd raar. Wat vroeg ze? Dat je wat zou doen? Oh, ja, zeg, ja, haast u. Tot morgen, hè, en dan praten we daar nog over. Ja, dag. Bieke, geef Carmen eens een porto. Ja, en een dubbele, hè. Een porto? Vitriol, ja, dat wil ik haar geven. Zeg, wat heb jij met mijn Mark gedaan? Uw Markske? Oh, dat is de grootste bleu die ik in mijn leven al ben tegengekomen. Een bleu? Ik noem dat een serieuze jongen. Bieke, ik moet u iets vertellen. Kom eens mee. Houd dus bij mannen van uw eigen leeftijd. Een stukje puber, wat permitteerde jij u wel? Bea, kom. Heb je niet genoeg aan Xavier misschien, hè? Kom. Maar zeg, de jeugd van tegenwoordig. Oei, oei. En jij gelooft dat verhaaltje? Allee, ze probeert Mark er gewoon in te lappen, hè, omdat hij haar afgewezen heeft. Maar fijn, Bieke, wat zou Carmen nu in Mark zien? Nou, jij gelooft liever dat hem een dief is? Maar natuurlijk niet. Maar het is wel een feit dat hem een briefje van 10.000 frank had. Dat wil niks zeggen. Ja. En daarbij, het is gemakkelijk om iemand te beschuldigen als hem zich niet kan verdedigen. Bieke, alles is mogelijk. Misschien heeft hij het wel geleend. Of stel u eens voor dat het een kleptomaan is. Stel u voor dat Carmen nymphomaan is. Ik heb het in elk geval voorlopig opgelost. Enfin, jij moet niks oplossen. Ik zal er wel voor zorgen dat niemand mijn Marx iets moet verwijten. Voilà. Zet u maar. Paul, ik zou u iets willen vragen. Als het maar geen geld is, hè. Ah, het is geld. Oh, veel? 25. Frank. 1000. Waarom geen miljoen? Ja, ik dacht, misschien heb jij dat geld van het ministerie al getrokken. Hm. Nee, je hebt het dus niet. Jawel, maar ik heb het zelf geleend bij onkel Dimitri voor die collier. Oh, pech. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Waarom heb jij dat nodig? Dat kan ik niet zeggen, maar het is een noodgeval. Probeer het eens bij meneer Boma. Oh, nee. Maar waarom niet? Hij is de kwaadste niet. Nee, Boma... Boma en ik, wij komen niet zo goed overeen. Nee, maar... Allee, sorry dat ik er u heb mee lastiggevallen. Als ik het eens bij hem zou gaan lenen voor u... Zou je dat willen doen? Ja. Oh, Paul. Je bent een schat, jij. Dat heb ik vandaag nog gehoord, hè. Voor een paar duizend, zeg. Ja. Moet ik met je geld terug? Ja. Zet u een vijf. Ja, maar ik heb natuurlijk dat geld niet kassen in mijn zak, dat begrijpt gij. Natuurlijk. Zal ik dat kofferje uit u wegzetten, meneer Boma? Omdat je het zo schoon vraagt, Carmen. Ik moet nog geld van iemand. Ik zal hem direct bellen, zo moet ik niet naar de bank. Alvast bedankt, meneer Boma. Zonder danken, zegt de voorzitter, moet zijn de beste speler toch helpen, nietwaar? Ik laat iets weten, hè, Popol? Ja. Dimitri, ik, hè. Zeg, ik krijg nog 25.000 frank van u, ja, wat? Ja, dan weet ik, maar het is een noodgeval. Hoe heb je die meer? Ja, zorg dat ze er zijn, hè. Ik kom er vanavond om. Profiteur. Dus, het is in orde? Ja, Boma zal iets laten weten wanneer hij het geld heeft.
Polg. Ik kan niet geloven hoe blij ik ben. Ah, Polg. Ik zocht je overal. Komt je geld opdoen, onkel? Nee, niet direct, maar over geld gesproken, hè. Zeg, Beke. Twee pintjes, alstublieft. Ja. Die 25.000 frank die ik u geleend heb, hè. Huh? Moet ze terug hebben. Wat blief, je hebt ze pas vanmorgen gegeven. Ja, maar het is een noodgeval. Ik kan er echt niet aan doen. Dan regent hier precies noodgevallen. Zeg, wie schuld is dat eigenlijk? Ja, ik vind dat niet serieus, hè. Ja, dank u. Ja, en die interest, je begrijpt, ik zal die moeten optrekken naar 10%, hè. Anders dan verlies ik eraan. Geldwolf? Ja, zeg. Dan doet uw familie al eens een plezierke. Salut en de kost. Zeg, Dimitri. Als je in een café komt, hè, dan kun je ook wel eens een pintje drinken. Nee, dank u. Ik heb thuis nog wat kouwe koffie staan. De onnozelaar. Heeft hem zijn geld teruggevraagd? Ja, en morgen is het Valentijn. Wat ga ik nu aan Doortje geven? Tenzij ik het geld van meneer Boma... Ja, jij hebt dat nodig, hè? Ja. Maar overmorgen kan ik het teruggeven. Ja, dat is te laat. Ah, in afwachting, hè, geef ik u de parels van ons ma. Lief, ja? Dat kunt je toch niet doen? Maar jawel. Dat zijn geen echten, hè, maar dat ziet je niet. En je doet er een schoolpapierke rond. De andere dag geeft je haar de echte parels en dan vertelt je gewoon wat er gebeurd is. Allee, zoiets doet je toch niet? Maar jawel. Doortje die zal daarom lachen. Ja. En twee keer een feest. Dat gelooft je zelf toch niet, hè? Ja, tuurlijk wel. En daarbij, heb jij een beter idee? Nee. Kom, geef ze maar hier. Dat is gemakkelijker? Ja. Oeh! Ze moet afgescheten. Dat is dan wederzijds, madame. Dat ik moet constateren dat mijn personeel aan mijn koffervuur zit te prutsen. Ja, je moet dat niet verkeerd begrijpen, hè, meneer Boma. Doe het op en je zult nog meer verschieten. Ja, maar ik denk dat jij gaat verschieten. Open. Ja. Ja, ik kan dat dus allemaal uitleggen, hè. Wat kun jij uitleggen? Dat leeg is. Dat leeg is, dat kan ik ook uitleggen. Het is leeg omdat er niks in zat. Hoe, jij wist dat? Natuurlijk wist ik dat. Het was zelfs leeg toen je dat hier binnenbracht. Dat valt nu tegen, hè? Nee, nee, want ik wist dat ook. Wat wist jij ook? Dat leeg was. En waarom wilt je het dan open krijgen? Omdat daar iets te steken. Dat is nu ook de eerste keer dat ik weet een kas kraken om er iets in te steken. Van wie is dat geld? Van mij? En waarom wilt je het dan in beide koffer vast steken? Uit veiligheidsoverweging, als je het wilt weten. Allee, steken we er dan binnen, hè? Ja. Zeg, dat zie je van hier, zeg. Als dat ding zo gemakkelijk open gaat, dan is dat ook niet veilig, hè. Oh, het is Brol Balthazar. Salut. Maar jij krijgt ook last van het keren van de jaren, zeker? Dan moet je eens een serieuze dokter opzoeken, mens. Boma Vleesindustrie NV. Ja, Dimitri, ja. Je hebt toch geen 25.000 frank in stukjes van vijf, hè? Allee, ze zijn magnifieke. Kom er zo biet dan. En, is het gelukt? Ja, gelukt? Uw Marksken heeft mij goed liggen gehad, ja. Maar wacht tot ik hem te pakken krijg. Oeh, weet Boma wat er gebeurd is? Nee, het zal nog niet zijn, zeker. Marksken moet dat geld zo aan Boma gegeven hebben, hè. Wat blief. Ja. En alleen omdat hij wist dat ik in dat kofferje ging zien, zodat hij mij voor iedereen belachelijk kon maken. Ja, daar moet hem niet veel moeite voor doen. Zeg, ik krijg de schrik van mijn leven en jij zit mij hier wat uit te lachen. Carmen, zou het niet kunnen dat je u gewoon vergist hebt? Bon, als jij daar zo over denkt, hè. Dan ga ik naar ons neerroken. Die gelooft mij tenminste nog. Carmijn. Wat is het? Zijde jij niks vergeten? Wat? Mijn 25.000 frank. Oh, zeg. Maar 25.000 frank. Hier is de 25.000 frank. Maar, Carmijn, is dat nu zo erg dat je in het leven is vergist? Oh. Ja, daar weet jij alles van zeker, hè. Allee, Carmen heeft weer een ferme kameel geschoten. Lacht mee uw eigen, hè. Dromedaris. Het is toch goed afgelopen en dat is het voornaamste. Ja, maar we moeten wel nog alles aan Mark vertellen, hè, als hij terugkomt. Ja, als die het dan nog durft. Ik zal Mark wel uitleggen wat er scheelde. Hij zal dat wel begrijpen. Goedendag. Amai, veel volk. Mark. Oh, Markske. U moest ik hebben, ze. Bieke, ze begint weer. Markske.
Ik zal u dat wel allemaal uitleggen. Op mijn kamer. Hier, Doortje, dat is voor uw Valentijn. Parels. Dat is waar ik al altijd van gedroomd heb, Polke. Ik heb juist dezelfde. Zal ik ze eens gaan halen? Allee, ma, die gaat je nu nooit vinden. Ja. Ja, trouwens, die van mij zijn niet echt. Maar Doortje, weet je waaraan dat je echte parels herkent? Het vat is af. Wel, je moet die over de rug van je hand leggen, hè, en dan voelt dat cool aan. Maar alsjeblieft. Ja. En als je daarop bijt, hè, dan heeft dat een scherpe klank. En Doortje, wat dat voornaamste is, hè, ze zijn niet identiek hetzelfde. Ja, als dat waar is, dan zijn dat echte. Natuurlijk zijn het echte, want ik heb vanmorgen mijn wedden getrokken. Zeg, die dat we toch over Valentijn hebben. Wieke, dat is voor u. Ja, dat is lief, hè. Die geven tenminste nog iets aan uw vrouwke. Oh, dat is tof. Mark, dank u. Zeg, zie ik hem? Ik heb ook een cadeauke. Ja? Voor onze lieve baarmoeder. Alsjeblieft, Pascalke. Red away for woman. Merci, Balthazar. Oh, dat flesje zal heel schoon staan naast al die andere flesjes. Je moet dat niet laten staan, hè. Je moet dat op je lichaam spuiten. Ja, zo zotten ze nu ook weer niet. Waterslagers, jij hebt ook geen verstand van klasse, joh. Jij koopt tenminste nog iets. Dat kan ik van mijn man niet zeggen. Allee, dan. Dan zal ik u dat pakje maar niet geven, zeker? Oh. Je gaat toch niet zeggen dat... Oh, ella. Oh, wat een goede smaak, zeg. Amai, dat is helemaal wat ik nodig had. Kom hier, Menesjoe. Hé, lekker, ben. Nu is dat nu, hè? Ja, wat heb jij voor Xavier? Ah, ja. Ah, je denkt dat ik daar niet aan gedacht heb, hè? Bon, goed voor 20 dagschotels. En, nu is er nog iemand die niks gehad heeft. Ik heb. Mark. Oh. Alsjeblieft. Maar, Pieke, een dictafoontje. Ja, voor in de les, hè. Oh, och, zie, die zo romantisch. Hier, Balthazar. En dat is van mij voor u. Is het nu in orde? Zeg, en gaat je me nu allemaal beloven dat ik vanavond het getal 25.000 niet meer hoor? Ja, dat is beloofd. Ja, ja. Zeg, en wie het over zijn lippen krijgt, betaalt mijn tournee-generaal. Zeg, Kool, hoe zit dat met die 10%? 10%? Welke 10%? Dan wil die interest op die 25.000 frank.